Ja, we zijn hier in Kensington en dit is ook wel het epicentrum van wat ze noemen de fentanylcrisis. Het wordt hier ook wel Zombieland genoemd en dat is niet voor niets, want mensen die staan en zitten hier op de grond alsof ze bevroren zijn. Ze hebben vaak een lege blik in hun ogen. Ik ben op bezoek bij Ross. Ze helpt slachtoffers midden in het hart van de fentanylcrisis. Deze week nog waren hier 3 schietpartijen. Om hier mensen te kunnen helpen, zal Ross dus haar mannetje moeten staan. Safer, so really, really, can you tell him to bring really, my phone? Really move. What? Oh, move. I'm sorry. You knew. Okay, got my phone. What motherfucker? Who you talking about? Enrique? Yes. His name is Enrique. This ass wants you. He's being mean. He's being mean. Watch Sonny. Don't let him out. There you go. Extra. He's so extra. Nothing. He extra. Oké, ze steunt deze mensen dus met eten, medische hulp, drinken. En ja, dit doet die fentanyl dus met een mens. Het opvangcentrum van Ross is een veilige plek in een harde wereld. Hier komen dagelijks zo'n 250 mensen even op adem. It's been a struggle to see the decline of the community. I mean, it's a big crisis. Ondertussen zoeken presidentskandidaten Trump en Harris naar oplossingen. It's now time for America to wage war on the cartels. Trump richt zich vooral op de drugskartels, terwijl Harris de aanpak zoekt in de internationale handel, vooral in landen als China. I will ensure that we target the entire global fentanyl supply chain. Maar waar hun oplossingen vooral naar het buitenland kijken, ligt de oorsprong van deze crisis juist in Amerika zelf. Het begon allemaal met sterk verslavende pijnstillers die door artsen werden voorgeschreven. Soms zelfs bij kleine pijntjes of sportblessures. Zoals bij deze man, die nu vaste klant is bij Ross. How did you end up on drugs? Sports. Really good sports injury. So the doctor got you on painkillers then? Yeah. We kijken naar een grafiek van de aantallen overdoses drugs per jaar. Die stijgen constant, maar in de jaren 90 en 2000 stijgt het sterk als die verslavende pijnstillers worden voorgeschreven. En toen fentanyl in beeld kwam, een stof die 50 keer sterker is dan heroïne, schoten de cijfers door het dak. Fentanyl, goedkoop, krachtig en overal te krijgen, raakte al snel vermengd met andere drugs, vaak zonder dat de gebruikers het weten. En wat we nu now is causing a lot more infection, a lot more wounds. A lot of loss of limbs, abscesses. Tja. Tijdens de coronacrisis kwamen deze problemen in een stroomversnelling. Over the past year, for the first time in history, more than 100,000 Americans have died from overdoses. It was the deadliest year on record in the drug epidemic. En dit is waar een groot deel van Amerika mee te dealen heeft. Zonen, dochters, vaders en moeders die ze hebben verloren aan de fentanylcrisis. En ik zal je eerlijk zeggen, als je hier door de straat loopt en door de wijk loopt, dat gaat je echt niet in de koude kleren zitten. Nu gaan we naar een oplossing. So you're gonna put this into the nostril and then you're gonna push this button up and then that's it. Een van de weinige middelen die een overdosis kan keren is naloxone. Dat is een neusspray. Then we're gonna tilt the head back and administer the Narcan. So it's really, really simple to do. En het werkt ook simpel. Naloxone bindt zich sterker aan dezelfde receptoren in de hersenen dan fentanyl en blokkeert zo de effecten bijna direct. Effectief, maar geen structurele oplossing. Ross ziet die structurele oplossing meer in het controleren van de drugsaanvoer. Legalize the substances so that we don't, it's not tainted like it is now. This is going to get worse and people are just going to be making up drugs. And next thing you know, people aren't going to, they're not going to be able to live through this stuff. I mean, this stuff is deadly. It's nothing like I've ever seen before.